Xerius gids naar het universum der zelfstandigen. 9. De weg van bruto naar netto. Wat ga je verdienen? Onder bruto verstaan we al het geld dat jij ontvangt in je zaak. Uitgaven die je doet voor je zaak trek je af van het bruto bedrag. Dat zijn de zogenaamde kosten. Op het bedrag dat daarna overblijft moet je sociale bijdragen en belastingen betalen. Het resultaat van die rekensom is je netto inkomen. Dat is helder? Nu kan je als startende zelfstandige in twee richtingen rekenen. 1. Van netto naar bruto. Hoeveel moet je factureren? Als zelfstandige hou je zo wat 45% over van wat je verdient. Met andere woorden, bereken wat je nodig hebt voor je persoonlijke uitgaven en verdubbel dat bedrag. Zie daar het bedrag dat jij moet factureren om rond te komen. Dat is behoorlijk kort door de bocht, maar het is een goed vertrekpunt om je eigen oefening van te maken. Neem het voorbeeld van Marlies, een copywriter bij een communicatiebureau. Ze krijgt een netto maandloon van 1800 euro, ofwel 21.600 euro op jaarbasis. Ze tuft rond in een bedrijfswagen en ze kreeg een laptop van het werk die ze ook privé mag gebruiken. Marlies overweegt om haar vaste job in te ruilen voor een loopbaan als freelance copywriter. Ze schat in om 220 dagen per jaar te werken en wil graag weten hoeveel ze moet verdienen om die 21.600 euro te halen. Uiteraard zal zij haar auto en laptop nu uit haar eigen zak moeten betalen. Omdat zij daar ook privégebruik van maakt, kan ze de aankoper van maar gedeeltelijk inbrengen als kost. Anderzijds richt ze een deel van haar privéwoning in als werkruimte, waardoor gas, elektriciteit, water en internet een stukje beroepskost zijn. Andere kosten die Marlies moet spijzen, haar boekhouder, een aanvullende pensioenverzekering en de inrichting van haar bureau. Marlies wiert alle informatie in de bruto-netto-calculator van Xerius en komt zo op de volgende bedragen. 21.600 euro inkomen, 10.000 euro beroepskosten, 8.200 euro per jaar aan sociale bijdragen en 9.400 euro jaarlijkse personenbelasting. Marlies moet dus een omzet draaien van 49.200 euro. Werkt ze 220 dagen per jaar, dan moet ze elke dag 224 euro kunnen factureren. Van bruto naar netto. Hoeveel houd je over? Bij sommige starters staat hun bruto inkomen al in de sterren geschreven. Vooral bij consultants of vrije beroepen zoals advocaten, kinesisten. Daar komt dat vaak voor. Het komt er dus op aan de omgekeerde berekening te maken. Hoeveel hou je netto over? 1. Stel, je jaarlijkse omzet als zelfstandige is 50.000 euro. Dat is de som van de bedragen die je factureert aan je klanten, min de BTW. 2. Stel, je beroepskosten bedragen 10.000 euro. Onder beroepskosten vallen alle uitgaven die je doet om je zaak draaiende te houden. Denk aan de huur van je kantoor, de aankoop van werkkledij, het leasen van een wagen. Ga zo maar door. Zo komen we aan de volgende tussenstand. Je betaalt 8.200 euro sociale bijdrage. Als je nu start, komen de sociale bijdragen op 20,5% van je netto belastbaar inkomen. Ook deze sommen trek je als beroepskost van je omzet af. En zo komen we aan je netto belastbaar inkomen. 31.800 euro. Op je netto belastbaar inkomen betaal je vervolgens de jaarlijkse personenbelasting. Op je belastingsformulier staat het getal 9.389,50 euro. Het eindresultaat? Een netto inkomen van 22.410,50 euro. Is het niet duidelijk? Spoel deze video dan even terug. Of wil je weten wat dit in jouw situatie zou betekenen? Op xerius.be kan je met de bruto-netto-calculator van Xerius je persoonlijke berekening invullen. Wil je elk detail nog eens goed doorlezen? Ga naar xerius.be of contacteer ons.